Goedenavond, kan ik u ergens mee helpen? Wat zijn we aan het doen? Hallo meneer Hogan. Wat zijn we aan het doen? Wat zijn we aan het doen? Dat is het PWS hoofdkwartier. Lucas Tuin, Rijmer van de Graaf. Rijmer is er nu even niet die dingen doen. Boekingsregelen. Dit is ons kantoor. Zojuist ingericht. Tenminste, we zijn nog een beetje bezig. Ja, kom binnen zou ik zeggen. Dit is de koffiekamer. We maken nog wel eens veel af. Ik zal de muziek wat zachter zetten, dan hoor je het niet. Ja, we maken natuurlijk veel overuren hier ook. Alles regelen met shows en worstelaars en alles. Dus we hebben veel koffie nodig. Koffieapparaat, koffiekoren. Dit is het echte kantoor, hier wordt alles geregeld. Een mooi dingetje, ook beestje. S'avonds wel ook wel relaxter natuurlijk. De koelkast met een bier erin. Desperado is altijd goed, hè. En als we honger hebben, bel een pizzaatje. In mijn geval iets gezonders. TV'tje. Kijken we alle shows op van de concurrent. Altijd handig. Wat nog meer? Ja, dit is een hoekje van mij. Ik ben nog een beetje aan het. Ik ben net binnen hier. Rijmer die was er al, dus ik ben even mijn spul aan het uitpakken. En het gaat helemaal goed komen voor 2010, wat het jaar van BWS. Maar ik ga verder het uitpakken, dus. Ik vraag je toch vriendelijk om weg te gaan of pak een bakje koffie of zo. Ik ga weer verder. Kijk! Nou, welkom. Ik had begrepen dat mijn directielid Lucas al de grote rondleiding had gegeven. Nou, ik vind het heel leuk dat jullie even terugkomen om mij ook te zien. Ik zal jullie de rondleiding niet nogmaals doen, maar ik wil het wel even beperken tot mijn gedeelte van het kantoor. Dus ik wil je volgen. Zoals u ziet is het natuurlijk altijd super netjes aan mijn kant. Ik kan zelfs even de kast binnenkant laten zien. Ja, nou, als mijn moeder dit zou zien, dan zou ze daar gewoon echt. Zou ze trots op me zijn. Dus mam, speciaal voor jou. Even nog dit. Tevens hebben wij natuurlijk, zoals elk kantoor beaamt, een toilet. Die zal ik ook even laten zien. Heel gek. Heel gek bij ons toilet. Het toilet zit daar, maar het lichtknopje zit hier. Heel vreemd, maar ja, zo werkt het wel. Kijk, nou, dit is een toilet. Het is. Dat is hem. Oh, is dat zo? Oh. Er zit. Goed, hij wordt gebruikt natuurlijk. En we hebben een badkamer. Nou, kijk, mooie twee wastafeltjes voor de directieleden. En een douche. Zonder shampoo. Shit. Mijn vorige kamergenoot heeft de shampoo meegenomen. Kijk dan. Dus, dat was hem. We gaan weer keihard aan het werk, want de concurrent gaat vanavond hele belangrijke dingen doen. Dus wij gaan keihard aan het werk. Lucas die is nu even eten aan het halen, zodat we hier gewoon tijdens het werk kunnen eten, want dat moet ook. Dus ik wil jullie verzoeken toch weer op te bokken, zodat wij gewoon weer aan het werk kunnen. En nee, andere kant is opbokken. Can't find the words to say. I feel it's all-